Soms heb je wel eens dagen, en vooral als het wat kouder is, dat de vis heel zachtjes bijt, heel voorzichtig bijt. Dat zegt met staartje happen en dat je heel veel vissen mislaat. Onder die omstandigheden zou ik altijd een stingertje gebruiken. Een stingertje is eigenlijk niks anders dan een stukje onderlijn met een extra haakje, een extra drechtje eraan. Savage Gear levert momenteel ook fleurhaken met een apart haakje om in je kunsthaas te zetten. Dus met twee punten en een apart uitstulpingetje. Die ga ik zeker aanschaffen en het nieuwe seizoen proberen, want op zich lijkt me dat heel goed te werken ook. Maar in de basis is het dus gewoon een klein stukje onderlijn gekrimpt met een drechtje. De bedoeling is dat je je shed neemt, dat je de stinger over het oogje monteert, de juiste lengte zoekt en hem daar in je shed prikt. Op deze manier dus. Dus als je nou een staartenbijtertje hebt, dan haak je hem even goed. Een klein handigheidje wat ik jullie wil meegeven, en zeker als je zonder speld vist, maar je lijn direct op de shedkop knoopt, gebruik een stoppertje om zeg maar je stinger op je loodkop te houden. Ik doe dat heel simpel met een stukje postelastiek waarin ik een gaatje prik. Je moet hem niet laten vallen natuurlijk. En ook mezelf niet haken. En het stoppertje doe ik gewoon over het oogje. Zo weet je zeker dat je stinger altijd gewoon op zijn plek blijft. En dan kun je hier ook je lijn of je speldwartel aanknopen. Dus zeker in het koudere jaargetijden garantie op succes als je heel veel aanbeten mist. Dus succes, ga het proberen en ik hoor wel wat de vangsten zijn.